Dit jaar was een jaar met vele hoogtepunten en natuurlijk ook wat mindere momenten. Maar ik denk dat we een goed jaar achter de rug hebben. Dat er hard gewerkt is door heel veel mensen in onze organisatie en daarbuiten. En dat we op een heleboel goede dingen terug kunnen kijken. Wat was voor u het moment van 2015? Nou, het moment heb ik niet zozeer, maar er zijn wel een aantal grote momenten geweest. Een belangrijk moment in onze economische ontwikkeling, om maar zo te zeggen, is de officiële ingebruikname van DOCS-NLD als bedrijventerreinen die wij willen gaan ontwikkelen, verder gaan ontwikkelen, waar we ook volop mee bezig zijn. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor onze gemeente. We hebben een aantal belangrijke evenementen gehad, zoals de Holland Ladies Tour, wat toch ook wel een hele eer is dat dat in onze gemeente mocht plaatsvinden. En de Mont Blanc Run, die toch ook in een toenemende belangstelling zich mag verheugen. En zo zijn er een aantal belangrijke momenten geweest in dit jaar. De opening van de Holland Ladies Tour, heeft u zelf het startschot gegeven? Hoe heeft u dat allemaal beleefd? Ik vond dat een heel bijzonder iets. Ik heb mij ook mijn ogen uitgekeken wat er allemaal bij komt kijken bij zo'n wielertour. Want ik ben zelf geen wielrenster. Maar het is fantastisch hoe professioneel dat allemaal gaat. En collega Zomerdijk, die de voorzitter is van de organisatie, ja, dat is een en al enthousiasme, dat is aanstekelijk. Maar ook gewoon hoe goed dat allemaal georganiseerd is. En hoe je daarmee ook, in ons geval, dan de gemeente kan promoten met zoiets. Ja, dat waren allemaal hele mooie momenten. U had het al over wat tegenvallende momenten. Wat waren voor u de wat mindere momenten? Ja, nou ja, we hadden natuurlijk het ongeval met de booster. Dat gelukkig goed afgelopen is. Maar ja, dat zijn geen prettige momenten. En nog niet zozeer voor mij, maar wel de mensen die het betreft. Maar tegelijkertijd zie ik dan ook weer hoe goed onze organisatie loopt. Dat kan ik toch rustig stellen. Want ja, dan is ook inderdaad alles en iedereen in stelling die dat moet zijn. En wikkelen we de zaak goed af. Zeg ik nogmaals, gelukkig is het goed afgelopen met de mensen die het betrof. Maar ik vind het een hele geruststellende gedachte dat dus ook inderdaad onze organisatie functioneert zoals het zou moeten. En dat was prettig.